groot feest in Heteren. Het dorp heeft een compleet nieuw centrum en dat wordt dit weekend feestelijk geopend. De afgelopen jaren is er in Heteren hard gewerkt aan een geheel vernieuwde dorpskern. Nieuwe winkels, nieuwe voorzieningen, woningbouw en ga zo maar door. Het einde van dit grote project is in zicht en daarom staat het Hemelvaartweekend geheel in het teken van een vierdaags openingsfestival. Naast feestavonden, kerkdiensten, seniorenmiddagen en andere activiteiten is deze vrijdag de officiële opening van het Hart van Heteren. Vanavond gebeurt dat met een business event en een openingsfeest, maar vanochtend werden er alvast enkele onthullingen gedaan van nieuwe objecten. Zoals de verschillende kunstwerken van Roosje van Heteren, die vorig jaar al geplaatst werden. Vrolijk, heel vaak. Kom op mensen, een beetje aan. Maar zo behoorlijk vrolijk waren wij tot nu nooit. Het nieuwe dorpshart van Heteren en de onthulde objecten moeten niet alleen de openbare ruimte aankleden, maar dienen ook voor een sociale functie. Ja, de bedoeling is eigenlijk dat als er even geen evenementen zijn in het dorp, we proberen dat er steeds meer te organiseren, maar als er even geen evenementen is in het dorp en je bent hier op het plein, dan word je toch, is het toch levendig omdat er een fontein is en kunst is en ook het carillon klinkt. De levendigheid in een dorp. Het is heel erg belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in een dorp als Heteren. En met een dorpskern als deze zie je gewoon dat mensen, en dat zie je vandaag ook, mensen ontmoeten elkaar, drinken even een kopje koffie, doen even een wandeling of gaan een hapje eten. En dat is wel fantastisch om te zien. Uiteindelijk zijn de betrokkenen blij met het eindresultaat van Hart van Heteren. Ook omdat het project door de bewoners zelf is bedacht. Juist omdat het leeft, het sprankelt, mensen ontmoeten elkaar, evenementen vinden er op plaats. En het allerbelangrijkste proces hoe daar te komen, dat het door bewoners is bedacht en ook vormgegeven en voor bewoners. Dat is het mooiste. En ook bij de gemeente Overbetuwe zijn ze te spreken over het dorpsproject. Ja, het is gewoon een fantastisch project door inwoners van Heteren. Zij wilden zelf een hart van Heteren. Daarbij heeft de gemeente de uitdaging geaccepteerd om de inwoners en de dorpsraad ook de mogelijkheid te geven om dit hart van Heteren te creëren. Ja, en na nu een zestal jaren is er gewoon een fantastisch mooi nieuw plan neergezet met een carillon, met een fontein. Met een fantastische mooie kunstroute. Dus een prachtig mooi project. Een vast onderdeel van het openingsfestival is de dagelijkse kermis in het dorp. Op het nieuwe dorpsplein staan 12 attracties en daarmee is het meteen de grootste kermis die Heteren ooit heeft gehad. Een mooi moment om eens te kijken of de inwoners tevreden zijn over de nieuwe dorpskern. Kleurrijke lichtjes, vrolijke muziek, botsautootjes, suikerspinnen en bellenblaas. De kermis in Heteren is officieel van start. Er komen veel inwoners van Heteren op het openingsfestival af. Het hele weekend is er feest om de opening van Hart van Heteren te vieren. Ja, mooi. Goed dat we het hebben. Na zoveel jaar de wens gehad op een mooi centrum. Is dit een mooi tijdstip ervoor? Ik vind het wel leuk. Goed. Ja, leuk. Omdat er allemaal kinderen, vorig jaar was het er niet. En nu is het dan weer wel. En dat is gewoon gezellig met iedereen erbij. Hoi, het is heel mooi geworden. Fantastisch. Vrolijke sfeer, mooi weer. Iedereen vriendelijk en vrolijk. En een prachtig hart. Ik hoop dat het blijft kloppen. Ik vind die fontein heel leuk. En de kinderen vinden dat ook heel erg leuk. Ook omdat ze daar lekker doorheen kunnen rennen natuurlijk. En het carillon vind ik echt een heel leuk idee. En het ziet er gewoon heel mooi uit. Ontzettend mooi. Ja, vinden wij top. Ja, we wonen hier nu 3 jaar en het is mooi bruisend. Lekker wat te doen, zeker. Ja. Schitterend mooi. Hebben we 20 jaar op gewacht. Ja, ik vind het best wel leuk en cool. Erg gezellig. En dat pakt goed uit. Prachtig. 20 jaar tegengehouden en wij vinden het gigantisch mooi en Heteren is goed op de kaart gezet. De finale van de districtbeker in het amateurvoetbal tussen Kwik 20 en Juliana 31 liep anders dan gepland. En Maldus Juliana 31 stond 4-1 achter toen onbekende supporters op de tribune het zat waren. Ze deden bivakmutsen op en zochten met vuurwerk de confrontatie op met de supporters van het Oldenzaalse Kwik 20. Dat mondde uit in een vechtpartij.
Juliana laat in een reactie op haar website weten te willen benadrukken dat dit geen Juliana-supporters waren en ze zich distancieren van dit gedrag. De relschoppers zouden met een aparte bus naar het stadion zijn gekomen, die niet werd gecontroleerd of beveiligd door een van beide clubs. Na het incident werden de laatste minuten van de wedstrijd nog uitgespeeld en eindigde het in 4-2 voor Kwik 21. Er komt een nieuw schoolgebouw voor het voortgezet onderwijs op de Woongaard in Elst. De nieuwbouw is een uitbreiding van het lyceum dat er tegenover ligt en ruimte tekort komt. De school telt nu circa 1050 leerlingen en gebruikt al een paar jaar noodlokalen op het terrein. Als de nieuwbouw klaar is, gaan de noodlokalen weg. Het huidige pand van het lyceum blijft bestaan. Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe besloot op 2 mei om het voorstel voor nieuwbouw aan de gemeenteraad voor te leggen. In Park Lingenzegen tussen Arnhem en Nijmegen graast sinds 2018 de kudde van schaapskooi De Park. De dieren onderhouden bermen en lanen en bevorderen de biodiversiteit. De kudde bestaat uit ongeveer 80 ooien. Op dit moment is de kudde altijd buiten, maar daar moet verandering in komen. Zo is het de wens om er een schaapskooi te plaatsen, zodat de kudde veilig naar binnen kan, mocht er bijvoorbeeld dreiging zijn van een wolf. Gedurende 8 jaar is de kudde van schaapsherder Marion Theeuwen uitgegroeid van 3 naar 150 dieren. De schapen, geiten en lammetjes staan het hele jaar buiten. Een schaapskooi kan de dieren beschermen bij extreem weer of andere bedreigingen. Het is toch wel heel erg fijn dat de dieren in het lammerseizoen binnen zouden kunnen staan. Zodat je niet, in Nederland zijn we toch wel heel erg afhankelijk van, we hebben toch koude winters en veel nattigheid. Dat heeft nu deze afgelopen lammerperiode wel weer bewezen. En dan is het wel prettig dat je dieren droog kunnen staan. Dus dat is de reden. En daarnaast is ook wel de reden dat ik mijn dieren ook op die manier zou kunnen beschermen op het moment dat er een zichtmelding van wolven in het gebied zijn. Dat hebben we nu recent, in begin dit jaar hebben we hier een zichtmelding gehad dichtbij. Ik heb ze toen veilig kunnen stellen met hoge rasters, met elektriciteit erop. Maar ik moet je zeggen, dan slaap je niet goed. En het zou heel fijn zijn als je op zo'n moment dat zoiets is gesignaleerd, dat je je dieren 's nachts gewoon even binnen kunt zetten. De kudde vergroot de biodiversiteit. Ze begrazen het gebied en nemen zaden van het hoge gras mee in hun vacht en verplaatsen deze weer naar andere plekken in het park. Op deze manier worden de kruiden verplaatst door het landschap en de biodiversiteit vergroot. Eigenlijk onze grote doelstelling, onze missie is om de wereld eigenlijk ook een beetje mooier te maken. En te zorgen dat we de leefbaarheid voor de mens, dier en de planten hier wat vergroten. Nou, dat is een grote missie, maar het is in een klein gebied. Maar we dragen wel ons steentje bij. En dat doen we in twee sporen. Eén is eigenlijk het vergroten van de biodiversiteit door de kudde. En het andere is het vergroten van eigenlijk onze circulaire economie. Dus wat je lokaal produceert, wil je ook lokaal consumeren. En dat, dus de schapen van hier, die leven hier, groeien op. De rammetjes, die gaan aan het eind van het jaar gaan ze ook gewoon geslacht worden. En het vlees wordt goed vlees wordt hier lokaal verkocht. En daar kunnen mensen ook gewoon van eten. Dat hoort er ook bij. De schapen en lammeren staan voor het grootste gedeelte buiten. Het publiek kan dan de schapen zien en de kooi kan ondertussen gebruikt worden voor verschillende workshops en andere activiteiten. Om meer het publiek erbij te betrekken, om de wolproducten te laten ervaren aan mensen wat ze daarmee kunnen en wat ze er allemaal voor mooie dingen mee kunnen maken. In Beuningen organiseerde het Dijkmagazijn een speciale speurtocht voor jonge kinderen. In de Uiterwaarden en op het strand langs de Waal konden kinderen met hun ouders en grootouders op zoek naar kabouters en elfen. Deze kaboutertjes en elfjes hadden speciale opdrachten voor de kinderen. De opdrachten hadden ook titels die pasten bij de activiteiten die de kinderen van het diertjes, kabouters en elfen moesten doen. Van geurspeur, prikkeltjestapelaar en paardenspoor tot woordenboom, klauterkabouter, dikke boom, hakketak en inimini. Ja, we hadden al een kist met kaboutertjes, elfjes en trollen die we uitlenen voor de lagere groepen, de kleutergroepen. En tijdens corona zat iedereen klemmen. Toen hadden we van we mochten niet naar school, dan zetten we het uit in de Uiterwaard. Kunnen ze lekker ver uit elkaar en kunnen de kinderen met ouders op zoek gaan. En dat hebben we later gewoon herhaald omdat het toen een succes was. Destijds had Dijkmagazijn Beuningen vanaf 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags een kabouters- en elfenprogramma waar zo'n 100 kinderen op afkwamen.
Inmiddels zijn het wat minder kinderen, maar het loopt nog wel. Die vinden het altijd leuk, want ze mogen dingen zoeken, ze mogen kleuren zoeken, opplakken, stenen zoeken. Ze krijgen een droomsteen mee. Om 's avonds onder het bed te leggen, dan dromen ze van elfjes en kabouters. Dus er zit van alles bij wat de kinderen aanspreekt. En het gebied is hier natuurlijk zeer spannend, want er liggen omgevallen bomen om op te klimmen. Op het strand is van alles te vinden, dus ze vermaken zich prima. Van den Akker zet ieder jaar de speurtocht opnieuw uit en vindt hem zelf ook leuk om te doen. Ik vind het altijd leuk om de reacties van de kinderen te zien. En ook van de ouders, grootouders die meelopen, want het is wel begeleid. Met reden, niet vanwege alleen het toezicht, maar ook omdat het samen ouders, grootouders en kinderen iets ontdekken in de natuur. Ja, is heel belangrijk voor die kinderen. Zowel de kinderen als de ouders beleven plezier aan een fantasierijke speurtocht. De kabouters en elfentocht is een van de weinige activiteiten die georganiseerd wordt voor de hele jonge kinderen. Voor deze leeftijdscategorie is vaak in de meivakantie minder te doen dan voor oudere kinderen en dit zorgt voor extra waardering voor de buitenactiviteit. De kinderen vermaakten zich goed tijdens de vele activiteiten. Ondanks dat ze alles leuk vonden, waren er toch wel favoriete bezigheden. In het vergroot gras kijken. Ik twee leveersbussen had gevonden. Ja, trollengol naar een huis voor zoeken. In het groot gras kijken, dat ik het eens beter kan zien. En dan nog het weer. Vanaf onze redactie kwamen er geluiden over dat het lastig zou zijn om deze dagen telkens maar een weerbericht samen te stellen, omdat er eigenlijk niets verandert. Net als de afgelopen dagen zal ook het komende weekend weer droog en zonnig verlopen. Het enige kleine verschil is dat de temperatuur nog iets verder omhoog gaat naar 22 graden op zaterdag en zelfs 25 op zondag. Het belooft dus een zomerse moederdag te worden. Na het weekend kakt het allemaal weer wat in. Maandag krijgen we met verschillende buien te maken en dinsdag zou zelfs een vrij natte dag kunnen worden. Die buiigheid blijft even aanhouden en ook zal de temperatuur flink inleveren. Het gemiddelde in de komende week ligt zo rond de 17 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 10 mei. Het laatste nieuws uit jouw regio is 7 dagen per week te vinden op rn7.nl en in de vernieuwde RN7 app. Maandag zijn we weer terug met het regio nieuws, dus voor nu een fijn weekend en graag tot maandag.